Hartelijk welkom bij deze Bijbelstudie. In de verkondiging van het evangelie van het Koninkrijk, het herstel van het Koninkrijk van God, het volk Israël, is de brief van de Thessalonicenzen een belangrijke brief. Daarom wil ik er deze keer aandacht aan besteden. Deze brieven worden over het algemeen over het hoofd gezien dat het over Israël gaat. Je zal in Nederland weinig informatie kunnen vinden zoals ik deze boodschap deze keer aan u breng. En dat is eigenlijk triest, want de Bijbel is geschreven onder de inspiratie van de Heilige Geest. En de Heer Jezus, als de gezalfde koning van Israël, heeft beloofd toen hij naar de hemel ging om zijn geest te geven aan zijn volk. Ruim 2000 jaar heeft Israël de gelegenheid gekregen om zich tot God te bekeren, tot hun God, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En als zij dit zouden doen, zouden zij de Heilige Geest kunnen ontvangen en wederom geboren kunnen worden. En dan was die Bijbel open gegaan. Maar helaas is die Bijbel een gesloten boek geworden, vele eeuwen lang. Maar ik prijs de God van Israël. Hij heeft beloofd dat hij ons niet zal begeven of verlaten. En in de laatste dagen, in de dagen vlak voor zijn wederkomst, heeft hij beloofd dat hij zijn woord opnieuw voor zijn volk zal openmaken. En daarom ben ik dankbaar dat ik het ook mag doen. Ik heb gelukkig een goede leraar gehad, meerdere, maar een uitmuntende leraar, die mij de ogen heeft doen openen voor dat geweldige boodschap van het evangelie van het Koninkrijk. Het is ook aan deze leraar te danken dat al deze studies tot u komen. Ik ga beginnen met de brief, ofwel de eerste brief van de Thessalonicenzen. Thessalonica was een van de gemeenten in Macedonië. En dat was ook het gebied waar sommige van de 10 stammen zich in die tijd bevonden. Een van de uitstaande thema's waarover de apostel Paulus aan hen geschreven heeft, was de wederkomst van Israëls gezalfde koning. Aangezien Jezus wederkomst intiem verbonden is met Israël, kunnen wij dus begrijpen dat Paulus aan deze Israëlieten leringen aangaande deze bijzondere gebeurtenis zou geven. Ook hier, zoals in alle andere brieven in het Nieuwe Testament, moet ons denken gezuiverd zijn van elk vooraf opgezet inzicht of opvatting. Tegen deze tijd moet het voor ons al zeer duidelijk zijn hoe tegenstrijdig de gewone vertolking van de zuivere betekenis van de schrift is. De eerste directe aanwijzing dat deze Thessalonicenzen Israëlieten waren, vinden wij in hoofdstuk 1 vers 4. Paulus schrijft immers dat gij door Gods geliefde broeders verkoren zij, weten wij. Wie is er uitverkoren in de Bijbel dan alleen het volk Israël? We hebben tegen deze tijd en al herhaaldelijk op gewezen, zoals ik het in al mijn boodschappen doe, dat er maar één uitverkiezing in de schrift is en dat dit Israël geldt. Er kan maar één reden zijn waarom deze Thessalonicense aangesproken kan worden als uitverkorene, dat is dat zij letterlijk van Israël zijn. In vers 5 praat Paulus van, omdat onze evangeliepredikering niet slechts in woorden tot u gekomen is, maar ook in de kracht van de Heilige Geest en in grote volheid. Dat is wat ik in mijn inleiding heb gezegd. De Heilige Geest komt om ons niet te leiden in de waarheid, maar in de volle waarheid.
Wij weten nu al, zo langzaam al wel, welk evangelie Paulus verkondigd heeft. U vindt het in al mijn boodschappen terug. We hebben deze prediking ter dege in de brief aan de Galaten en de Efeze leren kennen. We hebben gezien dat er geen evangelie, dat betekent een blijde boodschap of goed nieuws, bestaat zonder aan ons te zeggen wat de basis is van dat evangelie. Het mag vreemd klinken om dit zo te horen, maar het is net zo vreemd als hoe Jezus' leringen voor de farizeeërs en schriftgeleerden geklonken heeft. Het was zo vreemd dat ze hem daarvoor gekruisigd hebben. Gaat het straks weer zo zijn? Want het dienstrecht is niet groter dan zijn Heer. In 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 vers 14 tot 16 zien wij juist een geval waar Paulus niet schroomde om de waarheid uit te brengen. Zoals dit verkondigd behoort te worden, zoals de Heer Jezus dit ook rechtuit uitgebracht heeft. Paulus legt dus de blaam, schuine streep, schuld vierkant aan de voeten van de Joden voor de tegenstand tegen de verkondiging van het ware evangelie en voor de moord op onze Heer Jezus en zijn profeten. Dit zijn de mensen die vandaag aan ons worden voorgehouden, de Joden, als het letterlijk Israël, als uitverkoren volk van God. Dit past diegenen die achter de schermen streven naar wereldoverheersing natuurlijk zeer goed. De duivel heeft hier zijn meesterzet van bedrog ingezet en is daar goed in geslaagd. Als wij naar de woorden van de Heer Jezus hadden geluisterd toen hij deze lieden afstammeling van de duivel had genoemd, zoals we kunnen lezen in Johannes 8, vers 37 tot 44, wat u zeker moet doen in uw eigen Bijbel. De Joden wilden natuurlijk het koninkrijk voor zichzelf hebben, zoals we al herhaaldelijk hebben laten zien in onze verkondigingen. Ze hebben Paulus en andere apostelen tot het uiterste toe vervolgd en alles wat hun vermogen lag gedaan om te verhinderen dat de blijde boodschap, dus het ware evangelie, de 10 stammen van Israël zou bereiken. U moet goed weten dat de Joden in Jezus en Paulus tijd goed geweten hebben waar de 10 stammen waren en hoe die bereikt konden worden. Dat is in onze dagen wel anders. In hoofdstuk 2 vers 18 tot 19 kunnen wij zien hoe Paulus het vurige begeerte om deze 10 stammen niet alleen tot bekering te brengen, om ook om hen ongeschonden aan de Heer Jezus bij zijn wederkomst voor te stellen. Hier moet u de kern van het godsplan van God in gedachten houden, dat dit haarfijn in de profetieën en door de Heer Jezus zelf uiteengezet is. Hiervan mag nooit afgeweken worden. Indien wij dit wel doen, zullen wij geheel afdwalen en op de verkeerde weg gaan. En dit is precies wat er met de westelijke wereld op kerkelijk en politiek gebied gebeurt. In dit crisisuur van de menselijk bestaan en van de christelijke beschaving in het bijzonder, is het dat deze beschaving verward vaart zonder kaart en kompas. De zalige hoop. Deze Thessalonicenzen zijn door een tijd van intens martelaarschap gegaan als gevolg van hun geloof. Zij werden hevig vervolgd en moesten zich in grotten en holen schuilhouden. Velen zijn door wilde dieren verscheurd ter willen van hun getuigenis. Ze hebben intens uitgezien naar de wederkomst van onze Heer Jezus. Vandaar dat Paulus in deze brief daarop de klem heeft gelegd, zoals in hoofdstuk 3 vers 13. Hij schrijft om uw harten te versterken, zodat zij onberispelijk zijn in heiligheid voor onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Het was ook grote droefheid en hartzeer over de ontslapenen, van wie velen een wrede marteldood gestorven zijn. Het heeft veel gekost om een christen
in die tijd te zijn. Je leven stond op het spel. In zijn troostwoorden aan de achterblijvers heeft Paulus een van de duidelijkste en mooiste uiteenzetting gegeven aangaande de wederkomst van de gezalfde koning. Dit krijgen wij in 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot 18. Veel gelezen, maar door weinigen begrepen. Daarom moeten we ook deze keer heel aandachtig luisteren wat de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen schrijft. Want hij schrijft die brief niet aan u en mij, maar aan de Thessalonicenzen. Wij mogen er wel naar kijken, zodat het ook ons ten deel zal vallen. Maar we moeten die brief zien in de tijd dat die geschreven is. Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ons slapen, opdat zij niet bedroefd zijn zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn door Jezus wederbrengen met hem. Want, dit zeggen wij u met een woord des Heren, wij levenden die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenden voorgaan, want de Heere zelf zal op een teken bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods nederdalen van de hemel. En zij die in de Christus gestorven zijn, zullen de eerste opstaan. En daarna zullen wij levenden die achterblijven, samen met hem op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden. De Heere tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd bij de Heere wezen. Vermaand elkander met deze woorden. Hierin leert de apostel zeer duidelijk dat wanneer Jezus met zijn wederkomst naar deze aarde terugkeert, hij diegenen die ontslapen zijn met hem samenbrengt. Wij kunnen dit niet op alle ontslapenen toepassen. Wij moeten ook de andere schriften kennen die met de opstanding betrekking hebben in acht nemen. Daarvoor hebben wij ook studies over de opname, de grote verdrukking en de wederkomst van Christus. En ook in de overwinnaars in hoofdstuk 2 en 3 van het boek Openbaring. In het kort komt het hierop neer, deze Thessalonicenzen waren bereid om voor hun geloof te sterven. Want in hun tijd heeft het heel wat gekost om een discipel van Jezus te worden. Velen zijn dan ook op wrede manier gestorven. Paulus gaf hun de verzekering dat wanneer Jezus terugkomt, zij die in hem ontslapen zijn, samen met hem zal brengen. Het belangrijkste om op te letten is dat de woorden in Jezus in vers 14, dat dit alleen betrekking heeft in het volle geloof en het begrip van alles waarvoor Jezus heeft gestaan. Dit betekent dat zij zichzelf ten volle verbonden hebben aan zijn eeuwig koninkrijk. Deze mensen hebben een volledig begrip gehad van het doel waarvoor Jezus wederkomst is en waarom hij zal plaatsvinden. Samen met hen die uit hun graf zullen opstaan om Jezus te gaan ontmoeten in de lucht, dus deze zullen samen met diegenen die levend zijn en die dezelfde gezindheid hebben als degenen die in Jezus ontslapen zijn, dat is uiterst belangrijk, zij zullen samen in een ogenblik veranderen wanneer de laatste bazuin zal klinken. Samen zullen zij de Heer Jezus tegemoet gaan om met hem terug te keren naar de aarde, om zijn koninkrijk Israël te vestigen, om over het huis van Jacob en met hen over de gehele wereld, de kosmos, te gaan regeren. Het gaat hier over de mensen van de Ecclesia, de uitgeroepenen uit Israël, die deel hebben aan de eerste opstanding. Het is heel belangrijk dat je je plaats en positie in de Heer Jezus weet. Zoals de Heer Jezus de bazuin duidelijk en op een afschrikwekkend wijze gehoord hebben bij de Sinaï, zo zal Israël en de gehele wereld het horen wanneer Jezus komt om in al zijn heerlijkheid
om het koningschap te aanvaarden. Het moet opnieuw beklemtoond worden dat deze tonelen allemaal tonelen waren die op Israël betrekking hebben als je al die schriftgedeeltes aandachtig leest. Ik zal u er een paar noemen. Matteüs 16 vers 27, Openbaring 11 vers 15 tot 17, Exodus 19 vers 16 en zo zijn er nog andere. In onze wederkomstvisie kan men niet aan een toneel denken die gaat over alle mensen en over alle naties. En Israël buiten rekening gehouden wordt zoals dat vandaag gebeurt. Want schrift moet met schrift vergeleken worden. En zo hebben wij dit ook begrepen. Indien wij dit anders leren, dan verstaan zij, anders verstaan zij en onze schriftuurlijke uitleg niet. En het zal onschriftuurlijk zijn. En daarom lopen velen op een dwaalspoor. We gaan eens kijken wat Paulus schrijft over de dag des Heren. Dat is de dag dat de Heer Jezus met al zijn heilige engelen en die ontslapen zijn, zal terugkeren. In 1 Thessalonicense 5, vers 1 tot en met 10. Maar over deze tijden en gelegenheden, broeder, is het niet nodig dat u geschreven wordt. Immers, gij weet zelf zeer goed dat de dag des Heren zo komt als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen, het is alles vrede en rust, overkomt hun, als weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf. En zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen. Want gij zijt alle kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan de nacht of duisternis toe. Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts, en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken. Maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met harnas van geloof en liefde, en met de helm van de hoop der zaligheid. Want God heeft ons, Jezus Christus, want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, dus voor Israël, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met hem zouden leven. De bemoediging aangaande de wederkomst met de ontslapenen smelt samen met Paulus' mededeling aangaande de dag des Heren. Hij schrijft aan hen dat zij zeer goed weten waarop dit alles betrekking heeft. Dat wil zeggen dat Paulus hen een juiste lering gebracht heeft omtrent dit en hen heeft dit en aan hen heeft gegeven. Wanneer wij ingaan op de schrift aangaande de dag des Heren, dan zien wij dat dit de dag is die op de heidennaties betrekking heeft en hun aanslag op Israël om deze te vernietigen. Dit geschiedt natuurlijk onder directe aansporing en inspiratie van de duivel om Gods plan te verijdelen, om zijn eigen straf te ontlopen. De schrift leert ons dat de Heere dan vanuit de hemel zal ingrijpen om Israël te redden. De heidennaties zal verpletteren en het Babylonisch stelsel waar wij momenteel in verkeren en in een ernstige toestand van afkeer van Babylonische ongehoorzaamheid en goddeloosheid zal dus worden afgerekend. Want hij zal zijn koninkrijk met Israël als middelpunt hier op aarde komen vestigen. Halleluja. Dat is onze toekomst. Dit is waarom Paulus nu deze Thessalonicense hierop aan herinnert en hun schrijft dat zij dit goed weten. Het zal de goddelozen als een dief in de nacht overvallen, maar niet de kinderen van het licht. Hij spoort hen aan tot volkomen heiliging met het oog op de wederkomst van onze Heer Jezus Christus
en dat hun geest, ziel en lichaam onberispelijk bevonden mag worden op die dag. U vindt dat in 1 Thessalonicenzen 5, vers 12 tot 28. Wij weten dat het niet in hun tijd is gebeurd, want er waren nog veel andere profetieën die vervuld moesten worden. Maar wanneer wij vandaag terugkijken op de weg waarlangs wij gekomen zijn, de huidige wereldtoestand in ogenschouw nemen, kunnen wij zien dat wij nu in de finale tijd van de vervulling leven. Deze woorden van Paulus zijn dus gericht op dit geslacht. En worden wij opnieuw aangespoord om dit ter harte te nemen. Ook in de tweede brief aan de Thessalonicenzen lezen wij het volgende. Wij merken onmiddellijk dat hij de waarschuwing aangaande de wederkomst van de Messias onmiddellijk voorzet, alsof hij voorgaat van waar hij in de vorige is opgehouden in zijn eerste brief. Hij bemoedigt hen weer met de wederkomst van de Heere Jezus de Gezalde. Lees daarom voor uzelf hoofdstuk 1 opnieuw. In vers 4 en 5 zegt hij hoe getroost hij is over hun vanwege hun lijdzaamheid onder alle verdrukking. Maar dat God rechtvaardig is om aan hen waardig te achten voor zijn koninkrijk. Die Jezus zelf bij zijn wederkomst hier op aarde zal komen oprichten volgens de profeten. Er is geen ander schriftuurlijk koninkrijk. Elke andere lering is door de mens uitgedacht en draagt dus niet de bevestiging van de schrift. Want er zijn vele koninkrijken bedacht door kerken. In vers 7 tot 10 leert hij zeer duidelijk dat wanneer Jezus uit de hemel komt, vergezeld met zijn machtige engelen, hij komt met vuur en vlam om wraak uit te oefenen op al de godverachters en goddeloze mensen. Hij zal zeker verheerlijkt en bewonderd worden door alle die hem verwachten. Vergelijken wij dit nu met wat de profeten leren aangaande deze dag, dan zien wij dat Jezus komt om Israël te verlossen. En dat bedoel ik niet het Jodendom. En om de heidense volkeren te straffen. Dus die moslims en al die andere volken en het andere onkruid waar wij nou zoveel van te lijden hebben. Dit is mooi tegenovergesteld aan het evangelie die vandaag gepredikt wordt. Om de waarheid te zeggen, dit is in de huidige opzet net zo ontplofbaar als Jezus' aanspraak in zijn tijd toen hij op aarde was om zijn messiaschap en het feit dat hij de Zoon van God is. Ik bedoel dat het buskruid is als ik spreek dat wij het ware Israël van God zijn en niet het Jodendom. En dat die beminde heidenen waar wij zo graag achteraan lopen tot onkruid zijn bestempeld en vergaderd zullen worden en verbrand zullen worden. Daarom is dit evangelie als buskruid. Want hij is de Zoon van God. U moet dit ook met de schrift vergelijken en opletten hoe de klimaat altijd door de duivel vlak voor een godsopenbaring wordt voorbereid om dit met geweld in de kiem te proberen te smoren. In de atmosfeer van zogenaamde rassengelijkheid is het mogelijk de grote misdaad der eeuwen om te zeggen dat er een meerderwaardig en een minderwaardig volk bestaat. Ja, dan worden de mensen gelijk boos. De harde werkelijkheid en de bewijzen van de geschiedenis doen blijkbaar niet ter zake. De botsing staat voor de deur en de uitdaging voor de ware gelovigen zal zeker niet licht zijn dan voor de Heere Jezus en zijn discipelen of voor de Thessalonicenzen. Wij leven dus nu in een tijd waar de wereld hier en daar al behoorlijk in brand staat. U hoeft maar naar Midden-Oosten te kijken. En ook in Brazilië zijn ze momenteel al bezig. Wij moeten onthouden dat Paulus geen ander evangelie verkondigt dan wat Jezus en de profeten verkondigd hebben. En zoals ik dat ook doe,
ik geen ander evangelie verkondigd, maar zoals mijn gezalfde koning en Paulus dat hebben gedaan. Hij zegt tegen koning Agrippa, ik spreek niet anders dan dat de profeten en Mozes gezegd hebben dat zou gebeuren. Zo ook de Heere Jezus in zijn gesprek met de Emmausgangers. Hij verwijt hen dat zij niet geloven alles wat de profeten gesproken hebben. In Lucas 24 vers 25 zegt hij, en hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften op hem betrekking had, lezen wij in vers 27. Wanneer Paulus dan aan de Thessalonicenzen aangaande de wederkomst van onze Heer Jezus schrijft, en hoe hij zou komen om wraak te nemen op die welke God niet kennen, 2 Thessalonicenzen 1 vers 8, dan is dit in overeenstemming met wat de profeten daarvan hebben gezegd dat gebeuren zou. Dat is in overeenstemming met alle profetische geschriften. Jezus zegt in zijn reden in Matthäus 24 vers 22, en indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden, doch ter willen van de uitverkorene zullen die dagen worden ingekort. Wij weten dat die uitverkorene, naar die waar hier Jezus verwijst, het letterlijke Israël is. Het punt dat ik weer opnieuw wil beklemtonen is dit. Wanneer Paulus praat van de wraak van God die Jezus komt uitoefenen bij zijn wederkomst, is het niet iets anders dan waarvan de profeten en Jezus hebben gesproken. En volgens beide, de profeten en onze Heer Jezus, gaan deze gebeurtenissen over het oprichten van Jezus koninkrijk op aarde met de troon van zijn vader David en een hersteld huis van Jacob als het middelpunt aan de ene kant en de duivel in zijn uiterste poging om dit te verhoeden aan de andere kant. Nou gaan we het hebben over de grote misleiding. De manier waarop de duivel het voor elkaar krijgt om de uitleg van 2 Thessalonicenzen geheel te verdraaien en daardoor te verduisteren, is een zeer goede illustratie van de waarschuwing van onze Heer Jezus tegen de misleiding in Matthäus 24 vers 4 en 5 en vers 11 en 24. En Jezus antwoordde en zeide tot hen, zie toe dat niemand u verleidt, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En ze zullen velen verleiden. En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden, want er zullen valse christenen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij ware het mogelijk ook de uitverkorenen zouden verleiden. Hoeveel keren is dit al niet voorgelezen in kerken en groepen? En zo slechts verstaan. Want ze zijn met miljoenen ingetrapt in de leugen van de tegenstand. Want de theologie heeft altijd ontkend dat God zijn koninkrijk van Israël zal heroprichten. En hij zal op de troon van zijn vader David gaan zitten om over het huis van Jacob koning te worden. Deze boodschap van het evangelie van het koninkrijk wordt geminacht en genegeerd. En als het wordt gebracht, zoals ik het zelf doe, dan word je veracht en vernederd. Maar God is altijd bij zijn kinderen. Wij gaan door een verdrukking, maar we zullen ook met hem regeren als we volharden tot het einde. We hebben over deze materie prachtige brochures. De opname, de grote verdrukking, het boek Openbaring, compleet. Er wordt gesproken over de mens der zonden, over het pausdom en over de tegenstander van God. Want die grote leugenaar is erin geslaagd om Gods volk Israël totaal te verblinden en haar geheel onvoorbereid te maken om de Messias te verwachten volgens de schrift. Dit heeft er ook toe bijgedragen om aan de Jood van vandaag al de beloften die God met Israël gemaakt heeft toe te kennen.
daardoor heeft de kerk zijn zegen uitgesproken over een valse Israëlstaat die in 1948 in Palestina tot stand is gekomen. Lees de uiteenzetting van Daniël 9 en de ontnuchtering zal iets verschrikkelijk zijn wanneer die binnenkort komt. Want het ware licht is op handen en zijn de benauwdheden van Jacob, zoals dat in Jeremia 30 vers 6 en 7, is volop aan de gang en zal verder doorbreken. Paulus heeft dit oprecht bedoeld toen hij aan de Thessalonicenzen de ware leringen aangaande de wederkomst van onze Heer Jezus heeft gegeven. Maar na zijn heengaan zijn wrede wolven de kudde binnengekomen en hebben die niet gespaard. In een mantel van een priester, dat zij gekomen, vanaf predikanten, vanaf kansels, door evangelisten, hebben zij als wolven in schaapskleren een vals evangelie gebracht. Om Gods volk, het ware Israël, op een dwaalspoor te leiden. Dit volk Israël, zei zij, die het evangelie op nationale vlak aanvaard hebben, zoals de geschiedenis dat bewijst. Dat wij als Nederland behoort tot een van de stammen van het verloren huis van Israël. Is dit niet waartegen Paulus de ouderlingen van Efeze heeft gewaarschuwd? Toen hij gezegd heeft, zelf weet ik dat naar me heen gaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken. En zo is het ook gebeurd. Al heel snel is na de val van het Romeinse keizerrijk het andere Romeinse Rijk opgestaan van het pausdom, die 1260 jaar met ijzeren vuist meer dan 50 miljoen christenen op het leven heeft gebracht, op de meest afschuwelijke manier, en andere miljoenen mensen op de verkeerde weg gebracht, die voor eeuwig verloren gaan, omdat zij op die brede weg van Rome zijn gaan wandelen en in de afgrond zijn beland. Ook nu staan wij voor dezelfde situatie. Ook vandaag zullen vele miljoenen Nederlanders het eeuwig leven niet beërven, omdat er geen herders in Nederland zijn die hen waarschuwen en het ware evangelie van het Koninkrijk van God preken. Want in Openbaring 17 vers 6 lezen wij van die kerk. En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij toen ik haar zag met grote verbazing. Het is geen wonder dat Johannes uitermate verwonderd was. Johannes was zelf ook een slachtoffer van de vervolging van het heidense Rome. Hij heeft zelf gezien hoe duizenden gemarteld zijn ter willen van hun christelijk geloof. Maar toen hij deze openbaring zag, dat die kerk was die verondersteld was een christelijke kerk te zijn, dat denken ze dus, hè, de Roomse moederkerk, is het juist die kerk die de volgelingen van het lam van Jezus vervolgde en dronken werd van hun bloed. Hij kon het niet helpen om uitermate verwonderd te zijn. Dit was een korte studie over de brieven van Paulus aan de Thessalonicenzen, aan de verloren schapen van het huis van Israël. Heeft hij het ware evangelie van het koninkrijk gepredikt? Hij heeft voor hen Mozes, de psalmen, de profeten geopend, zodat zij deze konden begrijpen. En zij konden terugkeren tot een God en Vader en tot een koning en zaligmaker. En zo gaat Paulus verder in zijn andere brieven. De volgende keer ga ik spreken over de eerste brief van de apostel Paulus aan Timotheus. Ik hoop met deze studie een bijdrage geleverd heb, waardoor u nieuwsgierig zult zijn. En dat u onze website aandachtig zou gaan bestuderen en zal gaan luisteren naar onze boodschap. Want dan
zult u de waarheid leren verstaan. En die waarheid zal u vrijmaken. Want de gezalde koning van Israël zal diegene in zijn koninkrijk opnemen die zich bekeren, laten dopen en vervuld worden met de Heilige Geest. Nu is er nog een kans om aan de eerste opstanding deel te nemen. Laat deze kans niet aan u voorbij gaan. Laat u niet misleiden door valse predikers en door valse rijkdom, zoals vandaag aan de dag de politieke lui ons willen opspelden. Dat zij zeggen, het zal beter gaan met onze toekomst. Zij hebben een leugen verteld, een grote leugen. Want de schrift leert ons dat we nu in een tijd leven dat het hele Babylonische stelsel in elkaar zal storten. Europa zal nooit uit de problemen komen. Het zal juist totaal in duigen storten. En u kunt daar aan ontsnappen. Door Jezus Christus als uw zaligmaker aan te nemen. Zich te onttrekken aan het Babylonische stelsel. Los te maken van uw politieke en kerkelijke leiders. Door Jezus van Nazareth te volgen. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Ik hoop en bid dat God onze Vader ons volk zal sparen. In Jezus' naam. Amen.